Het verbruik van het Groningse aardgas neemt in Nederland en de ons omringende landen nog steeds toe. Het hoofdnet is al ongeveer 1500 kilometer lang. Het regionale net bijna 5000 kilometer. Het nieuwe complex van de Nederlandse Gasunie in Groningen heeft een centrale commandopost waar voortdurend volautomatisch gegevens geregistreerd worden omtrent druk- en gasafgifte. Ook elke storing wordt hier onmiddellijk gesignaleerd. En van de commandopost uit zal men in de nabije toekomst door eenvoudig een knop om te draaien, bijvoorbeeld in Vlaardingen, een afsluiter kunnen dichtdraaien. Zo worden zeker 60 belangrijke gasafgiftepunten in heel Nederland van minuut tot minuut uit de nieuwe vestiging van de Gasunie gecontroleerd. Het Groningse aardgas komt allang niet meer alleen in Slochteren naar de oppervlakte, maar ook op meer dan 10 plaatsen daaromheen. Die exploitatie geschiet door de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, die ook al dicht bij de bron is gaan zitten en een controlecentrum in Hoge Zand heeft opgetrokken. En ook daar is natuurlijk het nieuwste op het gebied van elektronische meetapparatuur geïnstalleerd. Van de aardgasproductie, die dit jaar ongeveer 14 miljard kubieke meter zal zijn, kunnen precies de hoeveelheden die elke put produceert worden afgelezen. Bij storingen, zoals bijvoorbeeld een uitvallende pomp, lichten ook hier lampjes op. Op monitoren kan men in het controlecentrum het door televisiecamera's bestreken terrein van elke put nauwkeurig gadeslaan. Wat hier nadrukkelijk opvalt, is de totale afwezigheid van bedieningspersoneel. Wanneer iemand voor onderhoud bijvoorbeeld zo'n afgesloten terrein moet betreden, wordt hij ook al door de televisiecamera nauwkeurig gevolgd en wordt het op afstand bediende hek via een druk op een knop precies op tijd geopend. Het Groningse aardgas wordt na droging en zuivering geleverd aan de Gasunie, die het op haar beurt met honderden kubieke meters per minuut, elk cijfer is 100 kubieke meter, doorlevert niet alleen aan de gemeenten, maar in toenemende mate ook aan grote industrieën en niet te vergeten aan het buitenland.